Menno, de banier bestaat 100 jaar. Hoe heb jij dat gevierd? Ging de vlag uit? Nee, dat niet. Maar ik kan wel zeggen, er zitten heel veel mooie herinneringen aan de banier. Ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Ik heb hier het jubileumnummer. En ik heb er ook in het verleden altijd bewaard. Deze is nog uit 1984. Dus ja, tussen die en deze, daar zitten heel veel jaren met mooie herinneringen aan. En jij hebt natuurlijk de Haagse propjes geschreven altijd. Ja, dat is, sinds wanneer is dat eigenlijk? Dat weet ik echt niet meer precies uit mijn hoofd. Dan zou ik het even op moeten zoeken. Maar ik moet wel zeggen, dat wordt wel een beetje overbelicht. Want ik heb veel meer artikelen geschreven dan alleen de Haagse propjes. Dat is pas later opgekomen toen ik de behoefte had om af en toe eens wat ergernissen los te laten, zeg maar. Maar ik heb heel veel serieuze verhalen geschreven. En die zouden de mensen ook nog eens moeten lezen. Ja, maar toch, die ergernissen die zijn soms het meest interessant natuurlijk. Ja, dat is zo. Zo werkt nieuws. Want als je dan kijkt naar al die bijdragen in die Haagse propjes, wat zijn dan bijdragen die jou en de mensen in het land misschien nog wel het meest zijn bijgebleven? Ik vond zelf de mooiste de zwarte bladzijde. Die heb ik laten plaatsen nadat de SGP door de Hoge Raad, de hoogste rechter, was veroordeeld vanwege het vrouwenstandpunt. En ik had er een beetje mee te maken, wat moet je daar nou over schrijven? En ik kwam er niet uit en de deadline die kwam op me af. En toen heb ik gezegd, ik maak gewoon een bladzijde zwart. Nou, de toenmalige eindredacteur vond dat maar niks. Want die zei, ja, we betalen toch geen geld om een pagina zwart te laten maken. En het kan technisch misschien niet eens. Ik zeg, ik zie toch wel zitten en ik bel wel even op of dat ook echt kan. Nou, bij de drukkerij zei ze, ja, dat is niet gebruikelijk dat we dat doen, maar ja, als u dat per se wil, kan het. En uiteindelijk is hij erin gekomen. En het was de meest veelzeggende bladzijde, kan ik rustig zeggen, dan die we ooit gehad hebben. Want die zei eigenlijk alles puur en alleen met een kleur. Ja, dat was best, de achtergrond was heel beroerd, maar was wel een hele mooie ingeving. Nou, heb je ooit ook strafregels geschreven voor de Haagse propjes. Ja. Kun je dat nog eens even vertellen, hoe dat zat? Ik heb nog geprobeerd die banier te vinden, maar ja, ze liggen niet op volgorde, dus dat is een heidens karwei en dat past een christen niet natuurlijk. Maar ja, dat was omdat er een klacht was ingediend door een verwante partij en daarover had ik geschreven dat die partij links aan het worden was. En daar waren ze in die partij, ik zal de naam niet noemen, maar daar waren ze nogal boos over. En Van der Vlies en de toenmalige partijvoorzitter Wim Corlijn, die zijn daarover gekapiteld. En die hebben gezegd, we zullen het aan Menno overbrengen, dat beter niet kan doen. Dus dat is dan zijn straf. Ja, en toen kwam ik op het idee, je weet niet waar die ideeën vandaan komen, om dan maar strafregels te gaan schrijven. Dus na een korte inleiding dat ik gekapiteld was, dat ik mijn verontschuldigingen aanbood en dat ik bij wijze van genoegdoening dan ook strafregels wilde schrijven. Precies allemaal kon het op één regel en die regel, ja, een paar honderd keer is die afgedrukt en die luidde van, ik mag de ChristenUnie niet links noemen. Maar uiteraard noem ik verder geen namen, maar ja, eigenlijk vond ik dat ook wel weer leuk, ja. En wat was de reactie daar dan weer op? Dat weet ik niet meer, maar volgens mij konden sommigen in de ChristenUnie ook wel tegen een geintje worden. En nog steeds. Ja. We gaan van geschreven Haagse propjes nu ook regelmatig naar gesproken Haagse propjes. Die nemen wij hier nu samen op als onderdeel ook van de uitzending van Studio SGP. Wat vind je daarvan? Bevalt het? Kijk, ik ben iemand die liever schrijft dan praat. Dat zou je niet zeggen. En mensen die een rondleiding van mij hebben gehad, die zeggen dat klopt helemaal niet. Maar uiteindelijk doe ik dat toch wel liever. Want dan kun je nog eens even over je woorden nadenken. En je kan nog eens wat veranderen, want reken erop dat datgene wat uiteindelijk in de banier is verschenen in al die jaren, ja, dat natuurlijk toch iedere keer, dat was niet zo tikken en wegsturen, nee. Ik sliep er een nachtje over en soms nog wel eens twee nachtjes en dan schaafde ik er nog eens wat aan. En als je zomaar in de camera praat, dagcamera, ja, dan zie je wel, dan vloept er van alles uit en weg is het.